Jij zo lang verzoeken. Die bis is het gewag, een gewag, en toen maar jou een baas Gerrie kost in die oond warm gezet. Soetjes nou, die mis is rust. Galima, hoe voelt zeker mensen hond in Engels? In Engels? Nee, mesoekie, ik zal ik kan zijn. Ik wil niet boeintje zijn in Galima, en ook niet pompoen. Ach, moet nou niet stout wees nie, mesoekie. Als jij niet jouw koos op iets nie, krijg jij niet boeren. Nee, missus, de dochter is niet hier nie. Hij is kaap toe, missus, op holiday. Ik kan zelf niet zijn, nie, missus. Goed, missus. Wie was dit, Galima? Het is missus Verdier waar die dochter wel geet het, missus. Ik ben zomerregaard. Ik ben de peer en je vrouw zegt.
is examen. Heeft jij mijn groot kind? Ja, mama. Het is baie mooi. Mama? Ik is liever mama. Sommer net zo baie. En voor papa ook. En voor Reiki. En voor Gerra. En voor Koosie. En voor Galima ook. Nou maar asseblief en dankie, Misoekie. Mama, sê asseblief vir my, hoe voed sekke mense Engelse hond? Nou ja, ek... O, missies, kyk net hier! O, Gerard het beklei. Ai, toch my kind. Weet jy dan so vir in die weer? Wacht. Laat ek sien daar die oog. Kom saam badkamer toe. Ek weet, jy en David weer beklei. Weet mama, laas het hulle ons beklei oor Reikie se kerel. Wacht nou met jou story, Soekie. Gerard, wil jy nie maar vir mama sê nie? Dit is David, mama. Hy het gesê, sy ma sê papa het weggeloop. Vir altyd. Hy kom nie weer terug na ons toe nie. Sê ek is nie, en David sê is, toe voetrek om... Mama, mama, ga dat vloek! Gerrie, my groot seun, jou papa sou trots op jou gewees het. Ek wens net hy was jou vertroue waardig. Wat is waardig, mama? Mama, moenie aan. Dis mos nie waar nie, my mama. Soekie, gaan roep vir Reikie. Mama wil met julle praat. Reikie, Reikie, kom gauw. Mama wil jou heet. Papa het ook weggeloop. David het so gesê. En Gerard het gevloek. En mama het nie eens met hom geraas. Kinderkies, ek weet nie eintlik hoe om vir julle te sê nie. Is dit van papa, mama? Gerard, wat David vandag by die skool gesê het, is nie heeltemal waar nie, maar daarom 'n bietjie waar. Kom papa dan glad nie weer terug nie, mama? Wacht nou, Soekie. Toe papa nou die dag weg is, het hy vir my gesê, dis nie net vakantie nie. Hy gaan miskien weg van ons af, dis waar. Maar hy het nie weggeloop nie. Hy gaan ordentlik van my skei en het besluit om daarna liewers by 'n ander tannie te gaan bly. Maar hoekom dan, mama? Is papa dan nie meer lief vir ons nie? Hy is soekie, maar hy dink hy sal gelukkiger wees by die ander tannie. Hy is lief vir haar en sy vir hom en hy dink... Ek kan dit nie glo nie, mama. Mama en papa geskei, dis so anders. Dinge is dikwels heel anders as wat 'n mens jou voorstel. Die lewe hou nie hier op nie, my kind. Al voel dit so. Dis 'n groot slag vir ons almal. Maar ons moet by mekaar staan. En julle moet my help. Ons moet ons trots behou. En nou, mama? En nou, my doggie, kom ouma by ons bly. Sy slaap in jou kamer en jy slaap by mama. O, die skande, mama. Die skande.
schande. Zou andere zonen nog voor zijn nieuwe leraar? Zoek je. Maar hij is niet domste kind, mama. En is dat niet zonde wat papa doet niet? Papa? 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 Die nare heks met haar rooi naals, o, dis vreselijk. Pijn, Moesie. Papa is weg en kom niet weer nie. En allemaal huil en mijn kop is vol dingen. Mama zei, papa is nog ons papa en hij is zeker nog liever ons. En Rijkie zei, het is een heks. Een heks met net zulke lange rooi naals, wat voor papa gevat het. Harry, ik heb nou die dag een van jouw duif eiers gebreek. Voor mij part kan je me al die duiven vat op. Om een naam ontwil. Amen. Nacht, mama. Nacht, Gerard. Nacht, mijn dochie. Lieve Jezus, stuur alsjeblieft voor papa terug naar ons toe. Hij is ons papa en moet bij ons komen blijven. Want mama huil, en Rijkie huil, en Gerard huil, en ek voel ook na huil. En ek wil vir papa vra, hoe voelt sy ek een mense Engelse hond? Want niemand anders weet nie. Baie dankie, lieve Jesus. Amen. Als die bloem deurgesnij is klein goed, dan lijkt hij moest nou zo, nee.
Nou, sê nou vir my, wat noem mens hier die deel? Trudy, sê jy vir ons? Kelkblare, juffrou. Dis reg. Kelkblare. Nou kom ons skryf dit by. En nou, hier die deel? Soekie! Ek praat moes met jou. Sit jy daar helder oordag en slaap? Juffrou, haar pa is moes weg. Bly stil. Perina! Hey, my kind, dat daar nou so'n vreselike ding oor jou huis moet kom. Dit het ek nou nooit van Roelof kon dink nie. En wie is die meisie nou eindelijk? Sy werk hier op die dorp, moeder. Jonkerig hoor ek en glo baie aantreklik. Wil jy vir my sê, sy is nog hier so? Vandagse meisjes het ook meer skaamte nie. Maar moeder, sy moet toch eers kennis gee. Sy kan ons nie sommer wegloop nie. Sy kan daarom goed met haar ander vrou se man wegloop. En Roelof, wat is sy planne nou? Hy is iewers in die Kaap, moeder, besig om dinge te oordink, maar... Ek dink dus so dat ek hom kan dagvaar vir verlating. My kind, jy laat jou man daarom te makkelijk na aan 'n vrou gaan. Maar hoe kan ek getroud bly met 'n man wat my nie meer wil hê nie? Moet ek hom dan dwing om saam met 'n ander vrou te lewe? Ek kan daarom nie dat my kinders hulle met rede skaam vir hulle vader nie. Hulle het klaar genoeg rede om skaam te wees. Daar kom jy nog vir hom op. Hy is my man, die kinderse vader, en ek het hom nog lief. En asseblief, moeder, help my om hulle te leer, om hom nie te haat nie, nie sleg van hom te dink nie. Eendag as hulle groot is, moet hulle maar self besluit wat is. Hy, my lief oud dochterkie, nou die dag het ek nog strukkies in jou haren gesit. Nou is jy al 36 en ons praat oor jou egskeiding. Ek bewonder jou hartjie, regtig. Ek sal vir jou bid, vir julle almal. Baie dankie, moeder. Marina, hoekom sê jy vir juffrou van my pa? Ek het gedag, juffrou sal nie met jou raas as sy weet nie. Nou ja, my ma sê dis nie iets wat ander mense hoef te weet nie. Lekker kwaad vir jou, hoor jy? Ach, Soekie, almal weet het al. My ma sê, die hele dorp weet. En jy hoef jou nie meer te verbeel, omdat jy 'n dokter se kind is nie. En ek weet toch waar sy bly, in die hotel, Sue, en haar naam is Sonja. Soekie, kom terug! Thank you.
Sonja Heks? Gerard, wat maak jij hier? Beloof eerst, je zal niet gaan zien. Nie. Op mijn eerige ware woord, ik zal niet. Alright, ik was niet vandaag bij de school niet. Hai, en wat zal mama zeggen? En jouw meneer? Mama denkt ik is bij de school. En meneer denkt ik is ziek. En als jij niet vertelt, nie, zal niemand weten niet. Onthou, Soekie, jij het beloven. Hallo, Rijkie. Oh, Andries. Geen, dat ik je boekzak draag. Het is niet nodig, nie, dankie. Wat is het, Rijkie? Jij is vandaag anders. Heb ik dan iets verkeerd gedaan? Nee, Andries. Ik kan het maar niet zowel nou voor jou zeggen. Ons kan niet meer vrienden wezen. Maar, heb je mij dan niet meer lief, nie, Rijkie? Liefde heeft niks hiermee te doen, nie. Ik doe het om jouw eigen ontwil. Jij zal alles later verstaan. Middag, Andries. Ik zie auntie en die dokter giet er zo'n minuut is. Zie jij je weg? Die dokter's business is niet voor jou op te discussen, nie. Dat kan wel van je, mighty. Fijn goed. Oma, dit is mooi. Ik zal jou zeggen, kom het speel rechte trouw. Ons vrouw voor Betty ook, dan is ons genoeg om rechte trouw te spelen. Ik wil die bruid weer zoeken, wil jij? Ach nee, Marina. Ik wil die bruid weer, want ik het gezegd ons moet rechte trouw spelen. Jij kan niet die bruid weer niet. Wie gaan jou inbrengen? Het aan die pa niet. Maar ons speel moet een van jullie is, mijn pa. Nee, jong. Jij kan niet, want dit is meer rechte pa nie. Ik ga die bruid wees. Nou ja, dan speel ik niet meer saam. Nou ja, dan zie ik ook niet meer mijn heel beste man. Mama? Ja, meiden? Maar Reiner sê, mens kan nie trouw as jy nie 'n pa het nie. Op die aarde as dogtertjies van 7 daarmaal van trouw praat. Sê maar Reiner dit, my kind. Ja, mama. Sy sê, ek kan nie 'n bruid wees nie, want ek het nie 'n pa om my in te bring nie. Die inbring is die minste. Watter man sal toch ooit nou na my en Soekie kyk? Toch, wat zal het toch nou weer wees? Moeilijke leeftijd, mijn kind. Zij het voor Andries afgezien.
Davie sê so. En wie is Andries nou eindelijk? Andries en Rykie was gekuis, oupa. Toe is sy bang, hy sê haar af oor papa. Toe sê sy om eerste af. En wat gekuis nou eindelijk? Hulle was nou een kerel, oma. Soek u my kind, gaan haal vir oma jou Bijbel en roep vir Rykie dat ons een stukkie kan lees. Dis oor vandagse mense nie meer gereeld boeken vat nie. Daarom het daar allerhande ding oor hulle huise kom. Rykie, jy moet kom. Ons gaan Bijbel lees. Oma sê, dis oor ons nie genoeg Bijbel lees nie, dat al die dinge met ons gebeur. Halima? Dank je, mijn kind. Lees Psalm 23, oma, want ik ken dit. Een psalm van David. Die Heere is mijn herder. Niks zal mij ontbreken. Ja, Sukie? Eer jouw vader en jouw moeder. Dis mooi. En verlede sonnagse tekst? Ja, Marina? Jy mag nie doodslaan nie. Dis reg. En nou vandagse tekst. Elsie? Jy mag nie egbreek nie. Juffrou, wat is egbreek? Sien, as twee mense trou, maak hulle sekere beloftes aan mekaar. As hulle daar die beloftes breek, noem ons dit egbreek. Hoe breek, juffrou? As hulle die beloftes nie... Gaan vraag maar liever vir julle mammies. Nee, Gerard, moe nie. My sondagskoene sal vouwe maak as ek hardloop en dan bars hulle. Soekie, kyk, dis om Tom se kar. Gaan kyk jy of papa nie saamgekom het nie. Toe, dan kom sê jy vir my. Papa! Meisie, kom geef oom Tom een lekker druk soen toe. Het oom vir papa huis toegebring? Wel, nie vir hom nie, maar hy het vir julle presente gestuur. Is jy dan nie nieuwsgierig nie, Soekie? Ja, oma, maar die graagste wou ek vir papa gehad het. Nog net een raai. Dis een teestel. Kom, Poppie. My ding, eers gaan uittrek voordat jy jou poppe thee gee, hoor. Excuse, oom Tom. Hy ooit die meisie?
Nee, Martha. Hulle het besluit om elkaar voorlopig niet te zien, zodat hulle helderheid kan krijgen. Ik krijg Roelof bitter jammer. Hij is in een geweldige strijd. En daarbij verlang hij baie. Vooral naar die kinders. Wie weet, misschien wordt hieruit nog iets goeds geboren. Het is maar een skamele vertroosting. Wat er ander man zal belangstellen aan een vrouw met 4 kinders? Danny, 17 jaar geleden heeft Roelof uw dochter voor mijn neus weggerap. Ik heb het nog niet vergeet nie. Die verleden is voorbij, Tom. Die toekomst is op uw oomblik mijn grootste bekommernis. Als ik jou in enige opzicht kan helpen, Martha, moet je alsjeblieft net zeggen. Wel, Tom, moeilijk kan je mij helpen om een werk te krijgen. Als ik een beetje wegkom van mijzelf af, zal het makkelijker wezen om te vergeten. Ik zal het baie graag voor jou doen, Martha. Je moet net zeggen wanneer je wil beginnen. Baie dank je, Tom. Mama? Ja, mijn ding? Wat is echt breed? En gaan mama nou met oom Tom trouw? Nee, ja, meisje, ik wacht moest nog voor jou. Heb je dan al vergeet? Huh? Een echtbreek, lieve kind, is wat jouw vader bezig is om te doen. Het is een schande, zeg ik. Het is erger als die dood. Alsjeblieft, moeder. Het is rechtige prachtige string perels wat papa voor jou gestuurd heeft. Ja. Het is zeker die laatste geskenke wat ons van papa zal krijgen. Papa zal jullie nooit vergeten, mijn kind. Jij moet niet hier die dingen zo ter harte nemen. Als papa weer voor ons geskenke stuurt, mama, zal hij een ander vrouw zijn man wees. Mama? Moet mama niet eens slag naar die haarkapper gaan en voor mama laat mooi maken, niet? Mijn kind, ja, ik het nog nooit daaraan gedink, niet. Baie dankie dat jij voor mama gesê het. Ek is jammer, mama. Baie duidelijk dat Gerrit Viljoen hier die brief zelf geschreven heeft. Hij was een van die voorbeeldigste zoons, meneer, maar die laatste tijd... Ik zal zijn moeder persoonlijk gaan spreken. Ik verstaan zijn werk nu in een kantoor. Ja, meneer. Het is dat die kind zijn hele moeilijkheid. Zijn huiselijke leven is totaal ontwricht.
Die kinders spot my. En ons verlang allemaal baie. Kom asseblief nou gauw huis toe, papa. Dan loop ons dadelijk als die school uitkomt. Wacht voor mij hier, hoor. Galima, waar is oma? Die oomies is dus dorp toe, Misoekie. Jou mommy is naar die haarkapper. Kan ik jou niet helpen? Nie? Nee, Darnie. Ik wil voor mama vrouw of ik samen met Marijn naar bioscoop toe kan gaan. Het is van een heks. En dat is baie mooi. Ik zou voor jou mommy zien, je was hier, hoor. Dank je, Darnie. Boeta, ek wil nie daar jy vir Sonja se gewete hê nie. Die arme kinders. Hoe lyk dit vir u, mevrou? Dit sal seker goed wees, dankie. Tot ziens, juffrouw. Baie dankie, tot ziens. Kan jy gaan? Oma is nie by die huis nie, en mama is nie by die werk nie. En dis alles, alles net Sonja Hekse skuld. Toe maar soekie, moenie huil nie. Mevrouw Viljoen hier. Goedemorgen, mevrouw. Burger hier. Oeh, goedemorgen, meneer. Mevrouw, ik wil u graag dringend spreken omtrent Gerard. Gerard, meneer? Ja, mevrouw. Ik vrees hij geeft een beetje moeilijkheid die laatste tijd. U kan om 5 uur komen, meneer. Dank u, mevrouw. Tot ziens. Tot ziens. Kan ik nou maar gaan kijken of die bioscoop uit is? Ja, je kan maar loop. Jij zal die heel dag verveel. Dank je, oma. Thank you.
Ja, meisie? Ik wil alsjeblieft een pakje door mekaar lekker zee. En een stuk drop. En vier nikkebols. Dit zal 7 cent wees, alsjeblieft. Zet het alsjeblieft op mijn maalse rekening. Ons kan niet verminder als 10 cent opschrijven. Dan zal ik een pakje jelly ook nemen, van die roeis. Dank je, Tanny. Kom maar daar. Wie is daar? De zomer ek, oom. Kom je van mij kuieren, dochterkie? Ja, oom. Als ik mag. En wat is jouw naam? Soekie, oom. Soekie Viljoen. Maar papa sê vir my Soekie lief.
oom se naam? Sê maar sommer oom Jan, Sophie. Waar kom je dan? Ik kom van die Kaap af. Het oom my pa in die Kaap gezien? Nee, Soekie, die Kaap is groot en daar is baie mense. Is jou pa dan nie nou by die huis nie? Nee, oom, een heks moes haar papa weggevat. Sonja heks, met haar lang rooi naals. Ek het gedacht, oom is ook een heks, een man heks. Ek is jammer, Soekie, die suiker is op. As ek weer kom, sal ek vir hom suiker bring hoor. Wat soek oom nou? O, maar dis mooi. Jy kan hom maar vir jou vat. Baie dankie, oom Jan. As ek weer kom, sal ek vrou melk ook bring. Goed, Soekie. Maar jy moet vir niemand sê nie. Dit is ons twee se geheim. Nee, oom, ek sal nie, want die geheim is vir my baie lekker. Wat hinder jou, my seun? Mama wil jou help, maar hoe kan ek as jy nie sê nie? Wat het jy die hele dag alleen daar by die rivier gedoen? Gerrie, ek het nie gesê nie. Op my eerige ware woord, ek het nie. Soekie, gaan dadelijk bed toe. Ek dacht jy slaap al lang al. Ek het vir mama iets kom sê. Ander dag, Harkie. Mama is nou bezig. Het is oor papa, mama. Die kinders spot my. Toe gaan ek nie meer skool toe nie. En die telefoonboek, so vol inkolle? Nee, mama. Het is my geheim. Het jy vir papa geskryf? Ja, mama, na oom Tom toe. Ek het sy adres in die boek gekry en vir papa geskryf, hy moet nou huis toe kom. Een mens kan nie sonder 'n pa groot word nie, mama. Jy is reg, my seun. Een mens kan nie sonder 'n pa groot word nie. En mama gaan mos nie met oom Tom trou nie, nee, mama? Nee, my seun, mama gaan nie met oom Tom trou nie. Nag, Gerard. Nag, mama. Moet ek het opskryf, Soekie? Ja, asseblief, Tannie. Thank you.
voor oom Kos gebring. My aarde, Soekie, so baie goed. Weet jou mamie hiervan? Nee, oom, dit is dan een geheim. Ek het dit gekoop, maar mama sal nie kwaad wees nie. Oom het dan vir my die ketankie gegee, en ek drink moes ook van oom se koffie. Nou ja, vandag kan ek vir ons lekker koffie skink. En wat kan je mij vandaag vertellen? Is je papa al eens gekomen? Nee, oom. Gerard heeft papa geskryf. Maar ik denk niet papa heeft die brief gekry nie, want hij is nog niet huis gekomen. Is dit ver van hier af Kaap toe als mens loop, oom? Wil jy dan ook Kaap toe loop? Ja, oom. Ik wil slag met papa gaan praten. Dan weet ik. Papa sal huis toe kom. Jy kan nie Kaap toe gaan nie. Dis te ver en jy is te klein. Nou wat kan ek dan doen om papa te laat huis toe kom, oom? As ek geweet het, sou ek jou lankal al gesê het. Hai kind, as jy so met my praat, sien ek my hele lewe voor my. Die kase wat ek verbrou het. Ek het nie eers 'n dak oor my kop nie. En my kinders ken my nie. Wat 'n gemors. Soekie. Als ik iets van jou gevat het, en je wil het bij je graag terug hebben, wat zal jij doen? Ik zal het terugvat. Maar zeg nou, ik hou het zo goed vast, of steek het weg, dat je het niet kan krijgen. Wat dan? Ik zal voor oom vragen, groet alsjeblieft. Gee my goed vir my terug. Soekie, jy weet mos waar die tannie woon. Daar is tye in 'n mens se lewe wanneer jy ding moet doen. En gou ook. Anders is het te laat. Shakespeare het gesê, "There is a tide in the affairs of men which taken at the flood leads unto fortune." Oom Jan, oom moet nie Engels praat nie. Ek kan mos nie verstaan nie. Jy moet nou loop, Soekie. Ek hoop jou papa kom gou-gou terug. Baie dankie vir alles, kleintjie. Die saadjie wat ek geplant het, 'n mens weet nooit. Tot ziens, oom Jan, en baie dankie vir die lekker koffie. Gaan kijken of zij hier is. Kom samen met mij.
Goeiemiddag, sussie. Is dit Tannie wat vir papa gevat het? Wat is jou naam, sussie? My naam is Soekie Tannie, Soekie Viljoen. Papa sê altyd vir my Soekie lief. Kom binne, Soekie. Sit so lank. Een roomijs en een kopje thee, asseblief. Vertel mij van jou soekie. Verlang jij baie na jou papi? Ja, Tannie. Ons allemaal verlang baie. Toe papa weg is, het mama gaan werk en dis niks meer lekker by ons huis nie. Gerard, my grootbroer, het gehuil en wou nie meer skool toe gaan nie, want die kinders spot hom. En Rykie het vir Andries afgesê oor papa, want hy is die dominee se seun. Tannie, en ons was so bang mama trou met oom Tom. Dankie. Wil julle dan nie hê jou mommy moet weer trou nie? Nee, Tannie. Wat sal papa dan sê as hy eendag huis toe kom? Jou papi verlang baie na julle ook, weet jy, Soekie? Het Tannie dan vir papa gesien? Nee, Soekie. Hy het geskryf. O. Gerard het ook geskryf, maar papa het seker nie die brief gekry nie, want hy het nog nie huis toe gekom nie. Het Tannie ook 'n papa en 'n mama? Ek het gehad, Soekie, maar ons albei dood. O, dis nog niks. My ouma sê, wat papa gedoen het, is baie erger as die dood. Soekie, wat wil jy die graagste van alles hê? Die graagste van alles wil ek Kaap toe gaan om vir papa te gaan haal. Maar oom Jan sê ek kan nie. Ek is te klein. En nou, Soekie? Nou kom ek moes vir Tannie vra, om vir papa te sê hy moet huis toe kom. Wat maak jy nou? Ek vra nou groot asseblief, Tannie. Jy moet nie so op jou knietjies voor my staan nie. En wat wil Tannie die graagste van alles hê? Die graagste van alles wil ek 'n dogtertjie hê soos jy. Maar dit lyk vir my ek is nou in doodloopstraat. Wat 'n soort straat is dit, Tannie? Ek sal vir jou papie alles skrywe wat jy vir my vertel het. Dan moet hy maar vir homself besluit. O, baie dankie, Tannie. Dan sal papa kom, dit weet ek. Weet jou mamie dat jy hier is? Nee, Tannie, het is net my geheim. Soekie lief, ek en jou papa was baie selfsugtig. As jy eendag groot is, moenie te sleg van ons dink nie. Nee, Tannie.
En baie dankie vir die lekker roomys. Tot ziens, Tanny. Tot ziens, Sukie. Geen wonder die rekening is so hoog nie. Hier is heel wat goed op wat ons nie gekoop het nie. Blikkiesmelk, brood, chili, en selfs lekkers. My aarde kind, pa winkels maak nie gewoonlik sulke foute nie. Sou iemand nie dalk op jou... Ek het goed gekoop, mama. Soekie. Vir oom Jan. En wie is oom Jan? Hy bly daar in die bos, mama. Hy sê hy is 'n boem. So iets van boem. 'N boemelaar? Ja, mama. Dis wat hy is. Aardiekie, wat nog? Maar Soekie, dis mos skelm. Ek wou vir mama gevra het, maar mama was by die werk. En toe mama by die huis kom, was mama besig. En later het ek vergeet. Ek het daarom ook van die koffie gedrink, mama. Was dit nou jou kastige geheim? Ach, ek het toch nog een geheim, wat ek vir niemand sal sê. Nee, kyk. Voordat hier nog geheime uitkom, gaan ek ophou met werk. Ek vrees ons raak heeltemal van mekaar vervreemd. Die geld wat jy uitgegee het vir jou, oom Jan... Mama, kan dit maar van my sak geld aftrek? Beslis, juffroukie. En as dit weer gebeur, is daar moeilikheid. Ek sal dit nie weer doen nie, mama. Op my ere gewaar word ek sal nie. Mama? Ja? Kijk, dis nou nie die rechte kapsel vir mama se hare. Alweer? My kind, dis nou maar weer een bolla. Ja, mama, maar dit is een Franse bolla. Mens noem dit een chignon.
En wat is nou eigenlijk die verschil? Die een oma steek je met 3 haarnaalden vast en die andere 4. Ek is jammer, mama. Het is Betty wat gesê het, daar die Sonja vrouwmense so mooi. En mama se hare is so alledaags. Rykie. Doe maar, mama weet jy dit goed bedoel, Rykie. Rykie, ek weet toch iets van Andries? Ach, loop, Soekie. Is ja, Andries gaan jou vrou vir die tikkie aan. Jy jok. Davie sê so, hy moet vir jou die brief bring. Daar's vir jou ding. Ons sal 'n nuwe rok moet maak. En wat van 'n nuwe haarstyl vir jou? Ja, Rykie, so een. Nee, Soekie, hierdie een is vir mama. Mens noem dit 'n ginjo. Ginjo? Sinjo, 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 sinjo. Ja, mama, en ek hoor sy sommer skielik weg by die hotel en uit die dorp uit. Ook hoogtyd. Wie, ouma? Klein dogtertjies moet gesien word en nie gehoor word nie. Ag. Die heks, Soekie. Die heks met haar lang rooi naals. Is nie. Sy is nie een heks nie en haar naals is ook nie rooi nie. Hoe weet jy? Ek weet, want ek was baie jaar in die hotel. My geheim. Wil jy vir my sê dat jy by daardie tannie was? Ja, mama. Ek het vir haar gaan vra om vir papa terug te gee, want hy is mos ons papa. Heng, het jy regtig, Soekie? Maar sy het seker nog nie geskryf nie, want papa het daar nog nie huis toe gekom nie. Of hoe, mama? Soekie, jy moet nou begin verstaan. Papa kom nie weer terug na ons toe nie. Martha, my kind, in die begin was my teleurstelling in Roelof so groot, dat het my verbitterd gemaakt. Ek het hom bijna gehaat vir die smart wat hy oor hierdie huis gebring het. Maar waarin leid het ons? Ek het tot myself gekom, op my knieën gegaan. En alles in die hande van ons hemelse Vader gelaat. As daar enig iets aan hierdie saak gedoen kan word, is hy die enigste een wat het kan doen. Mama, moet nie weer huil nie. Ek het ook al vir liewe Jesus gebid. Ek weet papa sal terugkom. Soekie lief. Hoe skaam maak jy nou vir mama? Mama het ook al gebid, baie gebid. Maar jy het gebid en ook iets gaan doen daaromtrent. Baie dankie, my kind. Kom saam met my, Soekie. Rykie, huile oma dan ook? Hou mens dan nooit op met haar nie? O, maar dis mooi. Dis jou nou, Soekie, vir altyd. Baie dankie dat jy na die tannie toe gegaan het. Baie, baie dankie, hoor. Eet nie, jy sal wit seer keel kry. Ach, my pa sê dit sommer nonsens. Wat weet jy? Jou pa is so lank al weg.
Marina, kijk. Dit lijkt niks, papa. Dit is papa. Dat is niet een droom, niet. Papa is thuis toegekomen. Voor altijd, papa? Ja, Suki, lief. Voor altijd. Kom, ons gaan huis toe. Mama wacht voor ons. Een mens is maar zeker. Go away. Go away. Go away, jouw lelijke Engelse hond. Go away.